Dag, welkom bij het Innofoam Nieuws. Vandaag gaan we het hebben over onze monitortorens en met name het liftmechanisme. Naast mij staat mijn collega Ramiro Behouden, onze Inside Sales Manager. Ramiro, waarom maken wij dit soort torens? Hoi Sidiek. We leveren deze torens voor het blussen van branden in de buitenlucht. Bij sommige klanten is het belangrijk om schuim vanaf een hoge positie op de brandhaard aan te brengen en vaak ook vanaf grote afstand. Een blusmonitortoren die maakt het mogelijk. Wat voor soort klanten bedoel je dan precies? We hebben dergelijke torens geleverd bij tankterminals, containerterminals of papieropslagplaatsen bij papierfabrieken. Je sprak zojuist over blussen vanaf een grote afstand. Waar moet ik dan precies aan denken? Als een blusmonitor op hoogte wordt geplaatst, dan neemt de worplengte enorm toe. En bijvoorbeeld bij een petrochemische fabriek is dat van groot belang. En als een brand zich dicht bij de monitortoren bevindt, hoe gaat dat dan? We kunnen de monitornozzel van volstraal naar sproeistraal verstellen. En daarmee wordt de worplengte aanzienlijk kleiner. Als de blusmonitor heel hoog aan de mast staat, hoe kan er dan onderhoud aan worden gepleegd? We hebben aan deze betonnen mast een liftmechanisme aangebracht. Hiermee kan de monitor langs een slede naar grondniveau worden gebracht en is dan bereikbaar voor de onderhoud. Op deze manier hoeft de monteur dus niet omhoog te klimmen om zijn werk op grote hoogte uit te voeren. Dan kan hij dat gewoon op grondniveau doen. Het is dus zo veel veiliger. Als de monteur iets laat vallen, dan vormt dat ook geen gevaar. Wat slim! En het materiaal van de toren is beton, dus extra brandwerend? Ja, het is voorspanbeton en dat betekent dat benodigde sterkte wordt verkregen door betonijzer wat in het beton zit. En dat liftmechanisme, wordt dat ook voor binnenin gebouwen gebruikt? Jazeker. Het wordt ook gebruikt in opslagruimtes of bijvoorbeeld in vliegtuighangars. En wat biedt dat liftmechanisme hier dan als voordeel? In een vliegtuighangar mag alleen op hoogte gewerkt worden als er geen vliegtuig in de hangar staat. Dit is om beschadiging te voorkomen aan dat vliegtuig, bijvoorbeeld door bewegende rolstijgers. Met het liftmechanisme kan de monitor naar het vloerniveau worden gebracht, waardoor je er eigenlijk altijd aan mag werken. Dat verhoogt de veiligheid en de bedrijfszekerheid aanzienlijk. Ik ben enorm onder de indruk, Ramiro. Dank voor je uitleg. Wilt u meer weten over deze toepassing of een van onze andere toepassingen met blusschuimsystemen? Neem dan gerust contact op met een van onze experts binnen Innofoam. Ik dank u voor het kijken. Graag tot ziens bij het volgende Innofoam Nieuws.